Hallo lieve kinderen, vandaag zien we hoe de pieten terugkomen van een hele lange nacht op de daken. Zien we hoe Sinterklaas nog steeds heel geheimzinnig doet en geeft muziekpiet een concert in het kasteel. Ik ben het helemaal klaar. We zijn er echt helemaal mee. Ik ben hier, kijk, en vooral. Ik heb geen paardenvoetjes meer horen. Hij doet zijn hond, die niet op eindelijk. Kom maar zitten, Pien. Zo. Waar ben ik? Check, Piet. Ja, hoofdpiet. Wil jij even kijken of we alles gedaan hebben wat we moesten doen? Zeker, hoofdpiet. Even kijken. Ja, check. Muziekpiet, waar ben jij geweest? Op het dak. Ja, leuk. Lachen. Heb je alle schoenen gevuld? Yes, hoofd. Mooi. Alle andere pieten ook alle schoenen gevuld? Ja, hoofdpiet. Goed gedaan. Dan zou ik zeggen, lekker naar bed allemaal. Slaap lekker. Welterusten. Check, Piet. Jij mag nog even wachten. Maar waar wachten we dan op? Lijn 071 komt hier niet. Nou, we moeten even terug naar Oostgeest. Oostgeest? Terug naar Oostgeest. Want we moeten daar even de groene schoorstenen inspecteren. Aha, ja, daar heb ik helemaal niet aan gedacht, hoofdpiet. Weet je, ik ga dat eigenlijk gelijk maar doen, want dan kan ik daarna lekker naar mijn bedje. Ga maar snel. Dankjewel. Dag, hoofdpiet. Dag. Zo, die ben ik mooi even kwijt. Er zijn alleen helemaal geen groene schoorstenen in Oostgeest. Maar ja, ik kan wel even in zijn bed slapen. Ik slaap hier lekker in een bed van nacht. Ik slaap hier lekker in een bed van nacht. Ik slaap hier lekker in een bed van nacht. Wat vinden jullie kinderen? Doet hoofdpiet nou een beetje stout? Of heeft hij het eigenlijk wel verdiend om nou zelf ook even in een lekker warm bed te kunnen slapen? Ik vind dat hij het wel verdiend heeft. Dan gaan we nu eens even kijken, want Sinterklaas is ondertussen in de weer met Piet, Naald en Draat. En ik ben toch zo benieuwd wat die nou precies van plan is. Waar is mijn naald nou weer gebleven? Die heb ik. Het is ook altijd hetzelfde. Ah joh, je krijgt zo je naald terug. Ik moet even die knoopje aan het pak maken. Nou, dan ga ik wel even iets wat anders doen. Goedemorgen, Piet, Naald en Draat. Goedemorgen, Sinterklaas. Jullie zijn weer erg druk, hè? Ja. Maar ik heb toch een klusje voor jullie. Voor ons? Wat dan, Sinterklaas? Dat kan ik nog niet vertellen. Het wordt heel leuk en heel mooi. Maandag komen Emel en burgemeester van de Werf. En die moeten jullie even opmeten. Kunnen jullie maandag in mijn werkkamer? Dat is een eitje voor mij. Ja? Dat komt voor de nijmachine, Sinterklaas. Nou, fantastisch. Jullie zijn fantastisch stel. Dat weten we. Nou, dankjewel. Tot maandag. Tot maandag, Sint. Dag. Wat zou het wel zijn? Oh, ik vind het wel spannend, hoor. De burgemeester die komt. En ik bel je. Ja. Nou, mooi is dat, hoor. Nou weten we nog steeds niet wat Sinterklaas nou van plan is met zijn burgemeester van de Werf en met Emel. Blijkbaar zullen we echt tot maandag moeten blijven wachten tot we dat weten. Dan gaan we nu maar naar Muziekpiet, want Muziekpiet die gaf vandaag een concert in het kasteel. Ahem, ahem, ahem. Aan allen die aanwezig zijn, proficiat. En aan allen die niet aanwezig zijn, natuurlijk ook proficiat. Jullie zijn vandaag getuigen van een bijzonder moment in mijn leven. Ik ga namelijk mijn eerste concert uitvoeren. Jullie zullen prachtige liedjes horen die ik zelf heb geschreven en allemaal naar ontwerp van Rubberen Piet. En het eerste liedje wat ik ga zingen, dat gaat over mezelf natuurlijk. Let op! Lieve Muziekpiet, de lieve ster, kan zo mooi zingen, je hoort het van ver. Jij bent de beste, echt nu.
niemand meer hier omheen. Muziek, Piet, wat is dit voor een herrie? Nou, ik ben bezig met een concert voor alle Pieten. Welke Pieten? Pieten? Misschien moet je toch maar even een zanglesje nemen voordat je aan zo'n groot concert begint. Oh ja? Vind jij dan niet dat ik mooi zing dan? Oh jawel, jawel, jawel ja, hoor. Ja, maar ja. Je stem moet in conditie blijven. Oh, nou dan ben ik een hele goeie. Jij gaat daar staan. Jij gaat ja, daar staan. Ja, maar ik was eigenlijk onderweg naar mijn Nee. Jij gaat nu daar staan en ik ga een voor jou zingen. Ja, ja helemaal. Let op, daar komt-ie hè. Lieve muziek, Piet. Jij bent een ster, kan zo mooi zingen, je hoort het van ver. Jij bent de beste, echt nummer één, daar kan echt niemand meer hier omheen. Ik ga er niet hoor. Volgens mij heeft Tinootje wel een beetje gelijk. Wat extra oefenen kan helemaal geen kwaad voor Muziek Piet. Maandag komen burgemeester Pieter van der Werf en Emel langs bij Piet Naald en Draad. Voor nu sluiten we af met TikTok Piet en we gaan kijken welke Pieter met haar meedanst vandaag op de TikTok van Hey Sinterklaas. Ik zeg alvast wel te rusten en tot de volgende keer. Doeg! Hey Sinterklaas! Kom naar een feestje en zwaai maar met ons mee. Hey Sinterklaas, kom met ons dansen, wij hebben spelen.